En dan nu het Jeugdjournaal Extra. En Jacques George. En de voetballers weer. Hier is een deel. Nou, wat moet ik nou eigenlijk nog zeggen? Nederland kampioen van Europa. Heel Nederland zat vanmiddag van 3:30 af voor de televisie. En zo'n 30.000 oranje fanaten waren zelfs naar München gegaan om te zien dat Nederland het beste voetbalelftal heeft van Europa. De Marienplatz in München zag er vanochtend vroeg al helemaal niet meer Duits uit. Duizenden voetbalfans zongen daar toen hun kelen al schor. Gewapend met sjaals, petten, t-shirts en Garfield, omdat hij nou eenmaal ook oranje is. En elk stukje lichaam wat nog niet de goede kleur had, werd nog even in het oranje bijgewerkt. Maar voor de meeste fans was er echter nog een probleem. En dat was, kan ik er straks al bij zijn? Er is niemand die een kaartje heeft. Nee, 20.000. 50.000 mensen hebben er misschien 5 een kaartje. Alleen als ik dus... dat had gedaan, maar ik wil niks doen wat niet kan. Nee. Dus anders heb ik echt scheiding. Maar ja, we rammen de poort wel, joh. We rammen de poort. Die kaarten! Met geld langs de snelweg gaan staan wilde misschien nog wel eens helpen. Natuurlijk moest je dan wel proberen tussen al die anderen op te vallen. 'S Ochtends waarschuwde de KNVB al de mensen die toen nog onderweg waren. Ga maar terug, want er zijn gewoon geen kaarten meer. Om 3:00 vanmiddag stonden er zo'n 30.000 oranje supporters bij het stadion te wachten. Goed in de gaten gehouden door de politie. Maar alleen sommigen hadden dat felbegeerde kaartje. En zij konden dan ook zien hoe het gebeurde. Het eerste doelpunt. Nou, je begrijpt dat Nederland nu echt helemaal op zijn kop staat. Een uur geleden stond Saskia voor ons op het Leidseplein in Amsterdam. Nederland heeft gewonnen en hier is één groot feest losgebarsten. Je kunt het niet geloven, maar een uur geleden was dit hele plein nog leeg. Maar nadat de televisieuitzending was afgelopen, stroomde iedereen de huiskamers en de cafés uit naar het Leidseplein. En het is één grote massa, duizenden mensen die allemaal schreeuwen, roepen en ook allemaal oranje zijn. Het feest zal waarschijnlijk nog heel erg lang duren en het zal een lange nacht worden. En ik denk dat ik ook even mee ga feesten. Nou, succes. Dat zal inderdaad wel de hele avond zo doorgaan. En niet te vergeten morgen, want om ongeveer 12:00 komen de spelers in Eindhoven aan. En daarna gaan ze naar Amsterdam en daar zullen ze dan gehuldigd worden. Als je het hebt over een opera, een theaterstuk waarbij alle teksten worden gezongen, dan hoor je vaak dat het alleen voor volwassenen is. Maar er komt nu verandering in, want vandaag begonnen de repetities voor de eerste Nederlandse kinderopera. In het muziektheater, de Stopra in Amsterdam, kwamen vanmorgen al 100 kinderen bij elkaar die in deze opera optreden. 6 maanden lang moeten ze iedere zaterdag oefenen. Voor bijna alle kinderen is het de eerste keer dat ze ontdekken wat een opera precies is. Alleen is deze jeugdopera minder zwaar en ook speciaal voor de kinderen geschreven. Onder andere door de kinderboekenschrijfster Annie M.G. Schmid. Nou, als ik op school zeg van ja, ik doe mee aan die opera, dan zegt ze van ja, hou je ervan? En dat haat ik dat zo. En dan zegt ze van kan je wel zo hoog zingen? Moet ze allemaal lachen, dan denk je dat ik operazangeres ben of zo. Maar dat is heel vreemd, want dit is gewoon ook een opera. Maar dan voor kinderen dus wel wat minder zwaar dan wat de anderen doen altijd. Maar heel veel mensen die snappen dat niet. Kees Oldhuis, jij hebt alle muziek geschreven van deze opera. Was dat nou moeilijk? Want opera is heel zwaar en heel veel mensen denken dat het niet iets voor kinderen is. Dat dachten sommige kinderen ook. Het is speciaal voor kinderen geschreven, zodat ze het leuk vinden om te zingen. Maar het is echt operamuziek. Mevrouw Annie M.G. Schmid, vooral bekend door allerlei kinderboeken. U heeft nog nooit een opera geschreven? Nee, daarom vond ik dat ook heel moeilijk in het begin. Want ik hoorde Wat was daar moeilijk aan? Nou, omdat het allemaal zo moeilijk klinkt. En het betekent een libretto schrijven. Eigenlijk wat is dat een toneelstuk dat helemaal gezongen wordt. Er is geen woord bij wat niet gezongen wordt. En toen bleek het eigenlijk niet zo verschrikkelijk moeilijk te zijn. Want dat kon ik wel samen met een andere schrijver dan, met Flip van Duin. Mm-hmm.
En u bent wel tevreden over wat u tot nu toe ziet van de repetities, hoe de kinderen het uitwerken? Ja, het valt me zo verschrikkelijk mee dat het allemaal zo goed overkomt. Dat die stemmen goed overkomen in dit geweldige grote theater. Het is heel leuk. Het is ook wel een beetje spannend, hè? Heel spannend. Alles wat bij een opera hoort, zingen, dansen, bewegen, moet tot in de puntjes worden geleerd. Op 25 december wordt deze jeugdopera voor het eerst opgevoerd en zullen deze kinderen heuse operasterren zijn. Het is een heel groot podium. Hoe is het nou om daar op te staan? Nou, ik vind het heel erg leuk wel om erop te staan. Want toen we binnenkwamen en toen zagen we dus dit podium voor het eerst. Toen iedereen, oh wat groot, wat mooi. En als je er dan zo op staat en je kijkt zo in de zaal en zo, dan is het dus om je heen ook heel groot. Dan voel je net een dwergje zo op het podium en zo. De hoop op overlevenden bij de ramp in Turkije wordt steeds kleiner. Toch gaat het zoeken nog steeds door. Sinds donderdagavond is het dorp Katak veranderd in een afschuwelijke puinhoop van modder, stenen en water. Van het grootste deel van het dorp is helemaal niets meer over. Door de aardverschuivingen ligt er een laag modder van soms wel 10 meter dik. Nog steeds is er gevaar voor nieuwe aardverschuivingen. Telkens als de politie dat ziet aankomen, gebruiken ze als waarschuwing een fluitje. Maar soms is ook dat te laat. Gisteren werd een man getroffen door naar beneden rollende stenen en hij moest zwaar gewond worden afgevoerd naar het ziekenhuis. De reddingsploegen, speciaal uit West-Duitsland overgekomen, proberen nog steeds met bulldozers en hiervoor opgeleide snuffelhonden zich een weg te banen door de dikke, lage aarde. Op de rotsen kijken de mensen toe. Wie weet zit er ergens nog een luchtbel onder de modder, waardoor hun familieleden het toch hebben kunnen overleven. Maar die hoop daarop wordt steeds kleiner. Hoeveel mensen er nou precies zijn omgekomen bij de ramp is nog niet duidelijk, maar sommigen denken dat het er wel meer dan 300 kunnen zijn. Dit was het nieuws van vandaag en Marga gaat nu verder met het Jeugdjournaal Extra. Dit heeft niets te maken met het onderwerp van vandaag. Een klein ongelukje in huis. Maar we doen maar gewoon of er niks aan de hand is. Goed. Wat doe je als je op een makkelijke manier van je gevaarlijk, giftig afval af wil? Dan dump je het gewoon in een arm land in de derde wereld. In Afrika bijvoorbeeld. Dat klinkt ontzettend cru, maar het is wel wat er op dit moment gebeurt. Sinds een paar weken verschijnen er bijna dagelijks berichten over. Het probleem zelf bestaat natuurlijk al jaren, maar pas nu blijkt hoe groot dat probleem is. Giftig afval uit rijke landen dumpen in de derde wereld. Daarover praten we met Mart. Ik ben Mart Groenman, ik ben 12 jaar en ik kom uit Hengelo. En naast Mart zit Sjoerd Jan. Ik ben de broer van Mart en ik ben 13 jaar en ik kom ook uit Hengelo. En wij hebben veel met gif te maken, want we hebben op een gifbult gewoond. Jullie hebben in een gifwijk gewoond. Gifwijk, ja. En daarnaast zit mevrouw Van Rijn-Vellekoop. Nou, zeg maar Leni, ik ben Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid en hou me in de Kamer vooral bezig met milieuproblemen. Dus gif, afval en alle ellende die daar verder bij hoort. Ja. We gaan niet meteen naar de derde wereld. We beginnen met het gifprobleem dicht bij huis. Want om het maar eens duidelijk te zeggen, ons eigen land is vergeven van het gif. Op honderden plaatsen is in het verleden giftig afval gedumpt. Een voorbeeld. Dit is de wijk Old Ruitenborg in Hengelo. Vroeger was hier een vuilnisbelt. In 1975 werden er huizen gebouwd. Een jaar of 8 later bleek dat er op de vuilnisbelt jarenlang giftig afval was gedumpt. 40 van de 60 huizen waren bovenop dat gif gebouwd. Het gif bleek zo gevaarlijk dat in 1984 werd besloten om de huizen maar weer te slopen. 40 gezinnen moesten verhuizen. Mart, jullie wonen in die wijk. Waar precies? Je hebt een kaart, hè? Ja. Ja. Wij woonden op nummer 92 hier. En binnen die stippellijnen, daar lag al dat gif? Ja, daar lag al dat gif. Wat gebeurde er nou toen jullie erachter kwamen? Ja, toen we erachter kwamen, toen was dus heel paniek in de tent. Ja? En toen was het best wel eng. Ja, wat gebeurde er? Nou, we mochten dus niet meer in de bosjes spelen, hutten bouwen. En we mochten ook geen groente uit de tuin eten. Ja, want dat zou natuurlijk ook giftig zijn. Ja. En
Zijn jullie toen meteen verhuisd, Sjoerd-Jan? Nou, niet direct, want mijn ouders moesten eerst heel veel vergaderen. En het duurde echt best wel lang voordat we weg konden. Hoe lang duurde dat? 4 jaar ongeveer. Dus 4 jaar hebben jullie ontzettend in de angst gezeten natuurlijk, hè? Hoe is het nu in Old Ruitenborg, Mart? Ja, dat is advocaat. Ja? Nou, de mensen die binnen de stippenlijnen woonden, die zijn dus nu allemaal verhuisd. Maar de mensen die er buiten omheen woonden, die zitten er nu nog. En daar lag ook nog wel het nodige gif waarschijnlijk? Nou, dat weet ik niet. Maar die mochten niet weg? Nee, eigenlijk niet helemaal eerlijk. Maar, nee? Want die kijken nu dus weer op... Die kijken op een gifbelt uit? Want dat gif is niet weggehaald? Nee, dat ligt er nog steeds. De wijk Old Ruitenborg in Hengelo is maar een voorbeeld. Zo zijn er honderden plaatsen in ons land waar giftig afval is gedumpt zonder over de gevolgen na te denken. Tegenwoordig zijn de regels strenger. Gevaarlijk afval moet nu veilig worden opgeslagen of verwerkt, verbrand bijvoorbeeld. En dat kost geld. Veel geld. En daarom proberen sommige bedrijven in Europa en de Verenigde Staten om goedkoper van het afval af te komen. Ze dumpen het in Afrika. Voor de kust van het Afrikaanse land Guinea ligt het eilandje Kassa. Vanuit het enige dure hotel in dit land kunnen toeristen uit het rijke Westen het eilandje zien liggen. Maar wat ze niet zien is dat er op het eiland 15.000 ton afval is gedumpt. Afval uit de Verenigde Staten. Toen de bomen op het eiland doodgingen, begon de regering van Guinea met een onderzoek. Het afval bleek zeer giftige stoffen te bevatten. Vissers in de buurt zijn bang dat het gif in zee terechtkomt. De mensen hier durven al geen vis meer te eten, omdat ze bang zijn dat ze vergiftigd worden. Zo voeren de rijke landen hun giftig afval uit. En dus ook hun milieuproblemen. De bedrijven die dat doen, worden exporteurs, uitvoerders van de dood genoemd. Want of het leven van de mensen in Afrika door dat gif in gevaar komt, daar denken die bedrijven kennelijk niet eens over na. Leni, wat zijn dat voor bedrijven die dat doen? Nou, ik zou ze eigenlijk met één woord samen kunnen vatten. Het zijn boeven. Bedrijven die het gif maken, die geven dat over het algemeen hun afval af aan mensen die beloven het op een nette manier te verwerken. Die krijgen daar erg veel geld voor. En dan gaan die bedrijven, als ze het niet zo netjes met de mensen het voor hebben, gaan naar het buitenland mee en dumpen het en steken het geld in hun zak. Ze kunnen er ontzettend rijk mee worden. Dus eigenlijk een soort afvalboeven waar we nog weinig van weten, maar die helaas wel bestaan en overal over de wereld te vinden zijn. Laten we nog eens naar een ander voorbeeld kijken, waar deze week een hoop over te doen was: Nigeria. In het havenstadje Koko in Nigeria ligt 4000 ton zeer giftig afval opgeslagen. Het gif is met een Italiaans schip naar de haven van Koko gebracht. Honderden vaten vol kankerverwekkende en zelfs radioactieve stoffen. Sommige vaten zijn al doorgeroest. Het gif is in het grondwater terechtgekomen en dat is levensgevaarlijk voor de bewoners van deze arme wijk in de buurt. Honderden mensen zijn intussen verhuisd. Het is eigenlijk precies hetzelfde als bij jullie is gebeurd, Mart. Ja, wij moesten ook verhuizen. Ja. Nou, het is echt wel laat. Gek dat ze zo laat achterkomen dat er gif onder de grond zit. Je bedoelt in Afrika? Dat ja, ook Afrika, ja. Dat ze daar zo laat achterkomen. Ja. Maar dat was bij jullie eigenlijk ook, hè? Ja. Ja. Wat moet eraan gebeuren, Leni? Hoe kan je dat voorkomen? Ja. Ik denk aan twee kanten. De Afrikaanse landen zouden eigenlijk met elkaar moeten zeggen: hou je rotzooi maar bij je. Wij willen niet dat afval van jullie, dat gif van jullie hebben. En ik weet dat ze daar vandaag over praten. Heel verstandig. Want de verleiding is natuurlijk heel groot als er een hoop geld mee verdiend kan worden om het te aanvaarden. Maar je brengt de rotzooi binnen en je weet niet wat voor ellende je meekrijgt. Dus het nee zeggen. De Afrikaanse landen, Moeten nee zeggen hiertegen. Het ziet er dus naar uit dat er in Afrika zelf van alles wordt gedaan om het dumpen van ons afval tegen te gaan. Maar het is ons gif. Ons probleem. Wij moeten ons er dus ook druk over maken. Minister Nijpels van Milieu zei er dit over. Ik vind het ook volstrekt onaanvaardbaar om onze problemen te exporteren naar de derde wereld. Mijn redenering is heel simpel. Als men daar goed voor kan zorgen, kost het daar evenveel geld als in Nederland. Dan komen daar nog de transportkosten bij. Met andere woorden, het kan daar nooit goedkoper. Als het daar wel goedkoper kan,
dan gebeurt het op een verkeerde manier. Reden te meer om absoluut nee te zeggen tegen het export van chemisch afval. Dat is toch prachtig? Ja, het zou prachtig zijn, maar je hoort dat Nijpels nog steeds openlaat dat het wel naar buiten Europa vervoerd kan worden. En ik denk dat als je een goede wetgeving wil hebben, dat je in Europa je rommel zelf binnen moet houden. Dat we niet via een ander land, via België of via Italië kunnen zeggen, nou, dan gaan we daar maar naartoe. En dan brengen we het verder. Ja, want dat kan nog steeds, hè? Vandaar natuurlijk dat er vanuit Italië dat gif naar Nigeria uitgevoerd kon worden. Ja, bij ons kon het op dit moment ook nog, want er is nog niet voldoende wetgeving. Maar daar proberen we wat aan te doen, samen met Europa. Maar in mijn visie nog lang niet ver genoeg. We moeten niet zeggen, nou, als ze het daar allemaal netjes doen, dan mag het er ook naartoe. Nee, je moet gewoon zeggen, ruim je eigen rotzooi op. Want ons gif dumpen in Afrika is een hele gemene oplossing voor ons afvalprobleem. Afrika is arm en heeft geld nodig. En wij profiteren daarvan door ze ons afval in de maag te splitsen. En dat kan natuurlijk absoluut niet. En dan toch nog even over het voetbal. Nederland zag er tijdens de wedstrijden van het Oranje Elftal wat anders uit. Vanmiddag was het uitgestorven in het land tijdens de finale. Winkels waren dicht, geen mens op straat. Iedereen zat thuis voor de televisie. Het is mijn vaste wil. Ook de theaters hadden deze week last van de voetbalwedstrijden. Er waren meer mensen op het podium dan ervoor. In de bioscopen kon je gaan zitten waar je wilde. Ik denk dat het op straat in heel Nederland nog nooit zo rustig is geweest als tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal afgelopen week. Hier vooraan het rijtje zie je Frank. Hij is 12 jaar en hij is de oprichter van de Rolschaatsbond in Heilo. Nou, sinds Frank die rolschaatsclub hier heeft opgericht, hoeven de kinderen zich in deze buurt in ieder geval niet te vervelen. Want er wordt van alles georganiseerd door Frank. Rolschaatstoernooien, rolschaatswedstrijden, van alles. Ook vandaag weer. Oké, nou, we hebben vandaag dus weer een rolschaatstoernooi georganiseerd door de Rolschaatsbond. En we hebben vandaag twee dingen. We beginnen nu met de afstanden schaatsen. En dan straks gaan we verder met een toertocht. En iedereen die wil, die mag daaraan meedoen. Frank, in het briefje wat je naar mij toestuurde, schreef je dat de club heet de Koninklijke Heilloze Rolschaatsbond. Waarom koninklijke? Ja, dat klinkt gewoon iets officiëler en leuker. Maar daar heb je toch toestemming voor nodig? Dat mag toch niet zomaar? Ja, pech gehad hoor. We doen het gewoon. En jullie organiseren heel veel, hè? Ja, we hebben nu voor vandaag hebben we straks ook nog een toertocht. En we doen op elke zaterdag kun je een soort training komen volgen. Doen we allemaal spelletjes. En kinderen die het gewoon onhandig doen, wat veel tijd kost, dat leggen we uit hoe je dat anders moet doen. Ja. Moeten de kinderen iets betalen of zo? Want hoe betaal jij bijvoorbeeld al die prijzen? En af en toe gaan jullie zelfs chips eten, drinken, uit eigen zak? Nee hoor, de kinderen die mee komen doen, die moesten kleine bijdragen betalen. Dat was hoeveel is dat? 25 cent, daar kochten we en drinken van en chips en kleine prijsjes. En dan geven jullie ook nog een keer een krant uit, hè? Ja, dat is voor de 2,50 die je voor de training betaalt, komt er om de maand een klein kropkrantje uit. Mm-hmm. Annemiek Audians, Koen Vreker, Michiel Bent, Marije van der Vlekkert, Iris en Patrick. Frank, je hebt het allemaal wel goed georganiseerd. Moet je kijken hoe dat er netjes bij staat. Ja, we hadden alles van tevoren hadden we alles uitgeloot. Ja. Met allemaal. Kom een beetje hierheen. Ja. En noem ik de naam op en dan staan ze in de rij. En nu kunnen jullie starten met de wedstrijden? Ja, ik ga daar naartoe. Er staat iemand die voor me timed. Ros, gaat jij zelf niet mee? Nou, ik ga al door als laatste, want dan kan ik de hele tijd mee timen. Klaar! Oh, keurig. Oké, nou, dit was dan het einde van de wedstrijd. Heel leuk dat jullie er waren. We gaan nu eventjes de prijzen reiken en daarna doen we de toertocht. En Ruud, als je zin hebt, mag je wel even meedoen, hoor. Kom op, jongens, we gaan. Ja. Oké. Achter met Ilemeyer.
weken geleden, toen het Europese voetbalkampioenschap begon, vroeg ik wat jullie ervan vonden dat er zoveel voetbal op de televisie werd uitgezonden. Heel wat kinderen schreven dat ze dat maar stom vonden. Maar toen wist nog niemand dat Nederland zo hoog zou eindigen. Voor een groot aantal kinderen kan het voetbal niet lang genoeg duren. Want dat betekent vaak ook later naar bed. En dat schrijft bijvoorbeeld Robert-Jan de Vries. Ik als groot voetbalgenieter van net 13 jaar vind het echt supersonisch onwijs gaaf. Omdat ik dan elke avond van mijn vader de voetbalwedstrijd mag afkijken. Dus lekker laat naar bed. Over vaders gesproken. Het lijkt wel of die het de afgelopen weken voor het zeggen hadden. Bertram van Beckham uit Tiel schrijft: ik kijk altijd met mijn vader naar het voetbal. Mijn zus moet dan naar bed en mijn moeder gaat dan soms naar een tante. En Ingrid Jansen uit Limbricht: mijn vader moet maar naar het voetbalveld gaan waar ze spelen. Want als ik in bed lig en voetbal is op de televisie, dan hoor ik ja, nee, oh shit, verdorie, jammer. En daar word ik gek van. Ik denk dat voetbalenthousiast Jan Thijs Rijnen uit Helden-Panningen gelijk heeft in zijn brief. Hij schreef: aangezien Oranje favoriet is, zullen ook de niet zo geïnteresseerden vol verwachting en spanning zitten, net als ik. En Gijs Oomkes uit Hilversum heeft zelfs wat geleerd van Basten, Bosman, Kieft en Gullit. Ik kijk naar alle wedstrijden, schrijft hij, en als ik een heel mooi doelpunt zie, dan doe ik het na met een ballon in de huiskamer. Ook zijn er natuurlijk kinderen die van al dat voetbal niets moeten hebben. Voor Margriet van Rijzen uit Holte ging de ergernis nog verder. Ik haat het EK. Op school gaan ze eerst een kwartier voetbalpraatjes ruilen en de hoofdmeester komt zelfs meedoen. Het lijkt wel of het een vak geworden is. En als het laatste van deze stapel brieven moet ik ook de voorspelling van Robert-Jan de Vries even melden. Hij schreef 2 weken geleden: dit wordt de grote ster van het EK. En als topscorer van het Europees kampioenschap kan je dat van Marco van Basten inderdaad zeggen. Maar goed, dat voetbal is nu afgelopen en de vakantie staat voor de deur. En daarover willen we brieven van jullie. Over de vakantie. Waar je heen gaat, wat je hebt meegemaakt, of je alleen gaat of met vriendjes, hoe lang je gaat, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dit keer heb je alle tijd om te schrijven, want de brieven worden voorgelezen in de eerste uitzending na de vakantie. Ik verwacht dus ontzettend veel post. En dat moet je dan sturen naar Jeugdjournaal Extra, postbus 1973, 1200 BZ in Hilversum. En als je in het middelpunt wil komen, dan schrijf je gewoon naar hetzelfde adres. En ook daar heb je de hele vakantie de tijd voor. Beetje een draaierig windje vanmiddag in Den Haag. Ik zou zeggen zuidwest. Wat je hier ziet op de grond, dat is een windroos, een ster. Dit is het zuiden. Daar dus het noorden, het westen en hier zie je dan weer het oosten. En dat vaantje, dat beweegt met de wind en dan kan je aflezen uit welke hoek de wind komt. Normaal wordt zo'n windroos van ijzer gemaakt, maar hier in Den Haag doen ze het een beetje anders. We hebben die windroos hier uitgesneden, omdat hierachter liggen allerlei schooltuintjes. Zoals je ziet zijn de kinderen nu bezig. En de kinderen willen toch graag zien wat voor weer het is. Dat is nodig, omdat bijvoorbeeld als je gaat zaaien, ik noem maar iets spinazie, hè, dan heb je dus vochtig weer nodig, want des te sneller kiemt het. En heb je volwassen plantjes die je kan oogsten. Als het droog weer is, dan moet je juist gaan schoffelen en het onkruid eruit halen. Ja, maar dit is een windroos, hè? Dus die zegt alleen wat over de wind en niet over de vochtigheid. Dat is ook zo. En daarom hebben we hier bijvoorbeeld een huisje staan waar allerlei apparatuur in staat. En die apparaten die geven aan wat voor temperatuur het is. Daar is bijvoorbeeld een thermometer, de luchtvochtigheid, de hygrometer. Wat is dat, een hygrometer? Dat is een vochtigheidsmeter. Ah. Dan kan je dus zien hoe hoog de luchtvochtigheid is. Of het gaat regenen. Of het gaat regenen of juist niet. Maar wat eigenlijk het allerleukste is, tenminste dat vind ik zelf, is dat je aan planten ook kan zien wat voor weer het wordt. Ja? En ook wat voor weer het is. He, we hebben hier enkele voorbeelden. Dat is bijvoorbeeld de teunisbloem. Als het nu bewolkt gaat worden, dan gaan de bloemen die gaan dicht zitten. En we hebben bijvoorbeeld... het is nu half dicht, zeg maar. Half dicht. Nou, je kan het ook goed zien. Het is half bewolkt. Een beetje blauw, een beetje wolken. Dus ja, het klopt aardig. Hè? We hebben hier bijvoorbeeld het zonneroosje. Ja, die staat dan nog weer wat meer open. Maar die reageert eigenlijk op dezelfde manier. Een klein geel plantje. En dat is nu helemaal open. En die is nu helemaal open. Die reageert wat minder, minder sterk op het weer. Kan je niet even voor mij aan die planten vragen wat voor weer de komende tijd wordt? Ik kan het proberen. Nee, het is zo dat
De boterbloem die reageert heel sterk op luchtvochtigheid. En als er bijvoorbeeld regen aankomt, dan gaan ze echt hangen. En nou, je ziet inderdaad dat ze gaan hangen. Dus volgens mij moet er een buitje aankomen. Dat kan niet. Dus, de komende dagen zeker, ja. Ja, nou persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de apparaten dan in bloemen. Want als het mee zit, komt morgen de zon misschien weer tevoorschijn. Het wordt in elk geval wat warmer dan de afgelopen dagen. Ongeveer 22 graden. Maandag is er weer een gewoon jeugdjournaal. En zaterdag, dan moeten jullie echt kijken, dan is er weer een jeugdjournaal extra. En dat is dan echt extra speciaal. Tot dan. Dag.